Morgen is dat volgens mij nog. Ik zit hier bij het LOC met Tineke Voogd. En wij zijn bezig om onze richtlijnen, onze pagina, ons platform wat meer op te vullen en nog interessanter te maken. En Tineke en ik raakten in gesprek over een heel goed voorbeeld wat zij gebruiken op haar plek. Waar zij in de cliëntenraad zit, waar ze voorzitter is in de cliëntenraad. Tineke, misschien wil je jezelf heel even kort voorstellen. Ja, ik ben Tineke Voogd en ik ben voorzitter van de cliëntenraad van de Jeugd- en Gezinsbeschermers. Dat was vroeger Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Dankjewel. En je had daarover een heel goed voorbeeld. Jullie zijn via het project Swing, heb ik begrepen, van het NJI iets gestart. Wat een proef draait. En zou je daar iets meer over willen vertellen? Ja, het zijn vier projecten, maar ik wil dan twee projecten uitlichten. En dat is matching en dat is het maatjesproject. Matching, dan kunnen cliënten kiezen wie zij als gezinsvoogd willen. Ze hebben dus de keuze uit twee. Er wordt aan de cliënten een datum en een tijd doorgegeven waarop ze voor die match kunnen komen. Dan hebben ze dus een gesprek met twee gezinsvoogden. En uit die gezinsvoogden kunnen ze dus hun match kiezen. En de mensen die het nagebeld hebben, die mee hebben gedaan met het project, die zijn er heel erg tevreden over. Het enige wat er soms als nadeel is, is dat ze niet kunnen kiezen uit de twee gezinsvoogden, omdat ze beide zouden willen hebben. Dus dat is eigenlijk heel positief. Dan hebben we ook nog het maatjesproject. Dat had best wel wat voet in de aarde voordat dat werkte. Omdat vaak gezinsvoogden toch wel een beetje beer op de weg zagen en het idee hadden dat ze daar heel veel werk aan hadden. Ik ben gematcht met een mevrouw die in een vechtscheiding zit. En ik, in het begin was dat contact best wel moeilijk, want ze had een beetje het idee van dat ik werkte in de instelling. Totdat ik haar vertelde dat ik zelf met een uithuisplaatsing en een ondertoezichtstelling te maken heb gehad. Dus toen voelde ik echt zo'n last die van haar schouder afviel. En dat ze ook zei van, oh, jij weet wat ik heb doorgemaakt of doormaak. En dat kon ik inderdaad beamen. Een klein voorbeeld is, ze schiet bijvoorbeeld al in de stress als ze alleen al mail krijgt van de organisatie. En vraagt mij dus momenteel om mee te lezen, omdat zij vanuit haar stress, zeg maar, hele andere dingen leest als die er feitelijk staan. En dat geeft, zeg maar, voor haar een prettig gevoel dat ik meelees, omdat ik niet van de organisatie ben ten eerste. En ten tweede het voor haar kan vertalen, zeg maar. Ik denk ook dat zo'n maatjesproject eigenlijk in elke instelling zou moeten zijn. Want mensen die het zelf hebben meegemaakt, ja, die kunnen pas voelen hoe het je raakt, zeg maar. Het is voor mijzelf al wel 10 jaar afgesloten. En toch weet ik nog steeds hoe dat onderbuikgevoel is. En ja, de angst om je kind kwijt te raken. Dat het niet goed komt met je kind. Dat is, zeg maar, een van de hoofdmoten. En ik vind het heel fijn dat ze ons als cliëntenraad betrekken bij al dit soort dingen. En ja, dat komt ook omdat wij met de raad van bestuur een goede verstandhouding hebben. En dat het allemaal zeer laagdrempelig is. En zij ook ons als cliëntenraad erg waarderen. Dus ja, ik denk dat dat eigenlijk in het hele land zo het geval zou moeten zijn. Dankjewel, dat klinkt heel goed. Wat ik me afvraag is, jullie werken met maatjes. Zijn alle maatjes vrijwilligers? Ja, het zijn allemaal ex-cliënten. Allemaal ex-cliënten. En dan is het een vader, een moeder en een jongere. Oh, wat goed. Krijgen jullie ook nog speciale training daarvoor? Of? Op dit moment nog niet, omdat het eigenlijk natuurlijk een soort project was. Maar daar zijn ze wel over aan het nadenken. Want er wordt ook gevraagd van, ja, wat heb je nodig? En ja, voor mij werkt het op deze manier ook. Maar
Ja, ik weet natuurlijk best ondertussen wat af van het reilen en zeilen van de jeugdzorg. Dus ik denk dat dat wel verschil maakt met bijvoorbeeld een jongere of zoals de vader die wij als maatje hebben. Die zit nog midden in de hulpverlening en dat maakt ook nog wel verschil of dat jij de hulpverlening hebt afgesloten, denk ik. Ja, geweldig. Dankjewel voor je tijd. En ik hoop dat heel veel cliëntenraden en instellingen hier een voorbeeld aan mogen nemen. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt.